Het is hier even wat een orenvlag dan je bent binnen. Wat zal je weten is Eduard drukdwaande mij het krijgen van een wensje. Nou, vooral Susanne dan. Dus we doen het hier even oors. Meestal voordat ik voortga dan stofstuur ik even. Dan heb ik een heel mooie manier voor. Dat Eduard altijd naar het kantoor fietst. Daar ren ik altijd even. Wat een gedoe, jong. Wat ik altijd zo grappig vind is, ik ren eigenlijk altijd rond dezelfde tijd naar het kantoor. Daar kost altijd dezelfde meisjes in. En op een gegeven moment herkent ze. En dan groest ze en zei ze even hoi, goedemorgen, hoe is het? Maar ik kerst ook hoor, als je nou het. Maar iedereen had wel hetzelfde rip. Fucking geinig. Het grappige is, ik zeg dus van jou dat je ergens een iersvogel met zit in de kracht. Dus ik zal kijken in de daling om te zien of we dat beest vinden kennen. Ergens hierachter moet er wezen, het iersvogeltje. Ik kan hem net zien, maar we loeren even. Geen idee, hier zullen we fort wezen. Het iers is ook fort, dus iersvogels zullen er ook wel mee wezen. Wie maakt er hier wel even een toffe dive van? Oh, mooi man, van mij ben ik dus Joert toch net helemaal alleen op kantoor. Hey Menno, hallo. Nou leuk is, ik kerst Eduard en Susanne feliciteren. Stuur dan even die bericht, natuurlijk het laatste videootje. Hey, ja, moet ik wel iets verzinnen natuurlijk. Baby het hartig krullen? Leer het hartig krullen. Of toch gewoon een WhatsAppje. Oké, haha. Wil je wat Susanne feliciteren? Stuur dan een berichtje naar 06-338-63-812. En mooi is, het staat ook gewoon hier in beeld en het staat ook hieronder in de omschrijving. Geweldig. Maar heb je even een klein momentje? Vond ik dit filmpje nou leuk? Door aan het toekom heeg. Los meer van dit soort filmpjes hier, net als niet van mij, maar van de Frieske vlogger. Abonneer je dan even. Ja, gaan we door hoor met praten.